Almaty, de hoofdstad van Kazachstan. Na de ineenstorting van het Sovjetrijk in 1991 bevindt Kazachstan zich op de vrije markt. Sommigen worden snel rijk, de meesten leven in armoede. De verouderde staatsboerderijen en fabrieken op het platteland zijn gesloten. De bevolking trekt naar de stad en leeft daar in verpauperde woonkazernes. Kazachstan is een van de belangrijkste landen in de Niet iedere Kazak is even goed bestand tegen de grillen van het nieuwe kapitalisme. De vrije markt is in Kazachstan op iedere straathoek aanwezig. Iedereen verkoopt aan iedereen. Gül van de hulporganisatie Baspana probeert de woonomstandigheden van de Kazakken te verbeteren. Haar doel is vooral de passiviteit van de mensen te doorbreken.